dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Wij zijn aangekomen in Florence. We hebben net de trein genomen van Bologna naar Florence, oftewel Firenze. En we moeten nu naar het hotel lopen. Maar het is maar 3 minuten lopen van het treinstation, super chill. En van het centrum straks ook nog maar een kwartier. Dus we wonen best wel in het centrum, dus dat is top. En hier verblijven we 2 nachten, ongeveer 3 dagen. Maar morgen gaan we een dag toenemen naar andere steden hier in Toscane. Dat is oranje. Dus eigenlijk hebben we hier ongeveer 2 dagen. Het is nu ook nog maar 12 uur. Dus we hebben nog een hele dag te gaan vandaag. Superleuk. En zoals je kan zien, de zon schijnt. Heerlijk. Hier rond het hotel. Ik ben benieuwd. Ik heb me net helemaal omgekleed. Omdat de kamer nog niet klaar was. En we pas 2 uur konden inchecken. En het is nu 12 uur ongeveer. En nu is de mama op de wc. En dan komt die vrouw net naar me toe van... Jullie kamer is klaar. Helemaal ongekleed. En kijk deze spullen hier. Allemaal van ons. Nou. Oké, nou prima. Hier zijn mijn spullen nog kwijt, kluis. En hier de badkamer. Ja, het is prima. Lekker ruim. We hebben net lekker gegeten en zijn nu aangekomen bij... Piazza della Signoria. Dus we gaan hier even rondlopen. We wouden eigenlijk naar zo'n andere plein gaan. Daar is nu ook een chocoladebeurs, want het begint vandaag. Tot en met 23e, maar dat is over 3 dagen. Maar nu kwamen we hier toevallig, dus we gaan hier even rondlopen. Het is super gezellig. Ook allemaal mensen op het terras. En hier blijkbaar een bekende beeld. Is dat niet... Ik ken hem ergens van... Oh, nee, ik ken hem niet. Het is David. Dat is David. David. Is het David? Statua del David. Grapje. Dit is geen David. Ik doe alsof ik het weet, maar ik weet het eigenlijk niet. Het zijn ook echt zulke moeilijke namen. Maar ja, het is geen David. Hij is David. Is het niet gewoon dezelfde persoon? Kijk, ik zou even een update geven over David. Want ik heb hem even opgezocht. Hij is gemaakt door Michelangelo. En dat is een beeldhouwer. Van vroeger. En de echte, het echte beeld staat hier. In het museum. Maar die ik daar net zag. Op dat pleintje. Dat was een namaak. Dus dan weten jullie dat ook. Waar ben je vandaag? Ja, vandaag is die chocolade. Nee, vandaag. Ja, vandaag is die chocoladebeurs tot en met 23e. We zijn nu bij dat plantje aangekomen waar we eigenlijk al vanaf het begin heen wouden. En dat heet. Basilica di Santa Croce di Firenze. Thanks Google. Het bekende gebouw. En ja, even kijken wat ze hier allemaal te bieden hebben. Ze hebben echt veel soorten ook. Echt veel soorten chocolade. Yummy. Wow. Kijk. Banana. Orange en cinnamon. Die ziet er wel lekker uit. Dark white milk chocolate. Dark with the hazelnuts. Lekker. Kaneel. Kaneel. Gevonden met puur. Banaan. Ik denk wel lekker. Wow, je ruikt echt goed. En is lekker. Ja, echt lekker. We lopen nu over de bekende brug hier, maar eigenlijk heb je hier op de brug zelf alleen maar juweliers. Dus het is eigenlijk meer leuk vanaf de buitenkant dat je de brug ziet dan dat je er echt zelf op loopt. Kijk. Het is wel echt druk. Omdat ze natuurlijk beroemd is. Oh, als eten. Oké, fischen.
Ego. En lasagne. You're welcome. Ik wou dus zeggen, we zijn net door het centrum van Florence gelopen. En we hebben ook een paar bezienswaardigheden hier gezien. En hier voor mij zie ik Duomo. Dat is heel bekend hier. Ik zal het even laten zien. Daar zo. Want we zitten op het dak. Boven op een winkels, dak van een winkel, warenhuis is het meer, net als Bijenkorf een beetje. Daarmee kan je het wel vergelijken, alleen het is wel een stuk kleiner. We zitten hier op het dak en hierachter heb je ook een pleintje. En dan dus aan die kant Romo en mama hier. En we hebben net als eten gekregen. Ik heb een lasagne, die heb ik hier nog niet gegeten, dus hopelijk is die lekker. En mama heeft een pasta. Dat ziet er goed uit. Het ziet heel goed uit en het ruikt ook lekker. Ja, toen ik het las, ik dacht je krijgt zo'n zakje met zeevruchten. Ja, ik dacht het eerst ook, maar ik ga gewoon van dat diepvries. Ja. Maar het ziet er goed uit. Ik wou die eerst ook nemen, maar ik dacht ik speel safe. Zo, nu gaan we lekker eten. Aangezien jullie mijn moeder nu redelijk vaak op mijn kanaal zien. En ik waarschijnlijk nog vaker met haar op vakantie ga, toch? Ja, zeker. Gaan jullie haar nu beter leren kennen? Ik heb een paar vragen voor je. Wat wel te maken heeft met vakanties natuurlijk. Want we maken natuurlijk vakantievlogs. Leukste vakantie samen? Heel veel. Dubai. Ja? Wat hebben we nog meer gedaan? Van alles. Of een vakantie hebben wij nog meer? Hongkong vroeger. Ja, Hongkong. Venetië. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Kopenhagen. Allemaal leuk. Ja, dat was wel een goede herinnering. Dat was voor mijn verjaardag. Ja. Samen met Celine. Uh-huh. Dus eigenlijk, ja. Het ik ga ook tussen kijken maar met lopen. Wel een hele leuke vakantie. Een mooie herinnering. Ja. Maar de rest van de vakantie. Want het was ook een verrassing toen. Ja. En zeker het verblijf. Toen wist je wel waar we heen gingen, hè? Ja, ik had het niet verteld, maar ik had van een vriendin gehoord. Uh-huh. Oh ja. Iemand had het verklapt. Ja. Maar het was gewoon leuk. Alleen was Volgens mij was de slechtste herinnering was de Airbnb. Ja, want... Dat was niet slechter dan dat. We kwamen in een studentenhuis terecht. Oké, tweede vraag. Cultuur of natuur? Natuur. Okay. Allebei eigenlijk. Cultuur en natuur. Nee, dat vroeg ik niet. Cultuur of natuur? Ik denk voor natuur. Citytrip of een relaxe vakantie? Relaxe vakantie. Oké. Ouderwets of modern? Ik vind allebei wel leuk. 2 hours later. Ik vind allebei leuk. Oké. Maar modern denk ik dat meer... Ja. Ja, ik weet niet. Cultuur zou ik meer voor ouderwets vinden. Want je vond Dubai ook heel leuk. Ja, dat is een en al modern. Maar ouderwets vind ik ook wel mooi. Kijk, al die gebouwen en zo. En maar al die vroege behouden. Dat is eigenlijk allebei. Allebei. Minst leuke herinnering van de vakantie? Minst herinnering? Minst leuke herinnering. Rechtdoor toch nog? Ja. Minst leuke herinnering. Ja. In een vies hotel slapen of Airbnb. Welke dan? Heb je er één gehad? Denemarken. Behalve die, heb je nog een andere gehad? Jawel. Maar dan weet ik niet welk waar het was, maar wel eens gehad. Okay. Dat minder schone hotel, dat heb ik hekel aan. Uh-huh. Hoeft niet mooi te zijn, maar moet wel schoon. Ja. Zoals ik spinnenwebben zie of kakkerlakken of zulke dingen. Maar dat gebeurt niet vaak toch? Heb je heel veel insecten gehad in een hotel? Dat niet vaak, maar van die muffigeuren ook, dat vind ik ook irritant. Mm-hmm. Ja, en als de douche niet goed doet, vind ik ook irritant. Ja, gisteren, die douche, hij was op zich oké. Nou, hij was niet oké, want hij was ten eerste heel klein. Je kon bijna niet draaien, want dan kwam je al tegen de deur aan van de douche, zeg maar. En ten tweede, als je warm water wou, had je echt een mini straaltje. Ja. En daar moest je het maar mee doen, want ja, je wil niet met koud water douchen. Ja. Dat is echt irritant. Ja. Wat is je het meest bijgebleven? Waarvan je soms echt terugdenkt van, oh ja, toen. Denemarken, denk ik. Oké. Nou, dat was een toffe vakantie. Ja.
Het is niet top, maar het zit er gewoon goede herinneringen en zo. Zeker ons met z'n drieën. Toen jullie over mij gingen feliciteren. En toen was het best wel emotie. Ja, gewoon, ja. Als we al, nou, maakt niet uit wat voor vakantie het is. Als we maar met z'n drieën samen zijn, dan vind ik altijd heel leuk. Aha. Ook een dagje uit vind ik ook hartstikke leuk. Dat zijn ook allemaal mooie herinneringen. Hey, de laatste vraag waar we mee gaan eindigen. Waar zou je nog een keer naartoe willen? Nog een keer? Of... Oh, nee, waar zou je heel graag naartoe willen? Wat staat er op nummer 1? Ik heb geen nummer 1, maar ik zou wel gewoon warm land kiezen. Ik zou meer Azië die kant gaan, want heel veel landen heb ik ook nog niet gezien. Azië kan alles zijn. Ja, Japan, Thailand, zoiets. Daar ben ik ook nooit geweest. Dat zou ik ook heel graag willen. Vietnam. Oké. En buiten Azië zou ik voor kiezen. Ik denk Amerika die kant. Daar ben ik nog nooit geweest. Terwijl ik hoorde van andere mensen en collega's die al vaker zijn geweest. Ik zou heel graag naar Canada willen. Zou ik ook misschien wel willen. Maar dat weet ik niet. Nou, ik heb niet. Maar misschien een andere keer. Ja, misschien in ieder geval die kant op, weet je. Ja. Oké, dat was onze mini Q&A met mama. Wij zijn weer terug in het hotel en hierbij ga ik de vlog afsluiten. Morgen gaan we met een tour weg. We gaan naar verschillende plekken toe. Ik neem jullie overal mee naartoe met de vlog natuurlijk. Dus hopelijk zie ik jullie morgen. Laat vooral even hieronder weten wat jullie van de vakantievlogs vinden tot nu toe. Doei doei, tot morgen!